Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Goedemiddag. Mijn naam is Rita Hantwa. Ik ben 60 jaar oud. Ik woon in de mooiste kustgemeente van onze Vlaamse kust, Kokseide. En ik ben gehuwd met Dennis. Wij hebben samen drie fantastische dochters en vijf schatten van kleinkinderen. Straks komt ons zesde eraan. Ik ben politiek actief in mijn gemeente. En ook op federaal gebied. En ik hoop straks dat ik dat op Vlaams verder kan zetten. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ja, eigenlijk uh, is die stap al 25 jaar geleden gezet. Hè. 25 jaar geleden uh, ben ik gevraagd geweest door Jan Loners, de papa van Sander, om uh, plaatselijk in Kokseide, in onze mooie gemeente, in de politiek te stappen. En dat is eigenlijk. Uh, gekomen denk ik op een goed moment. Ik was min of meer uit mijn kleine kinderen en ik had wel hoesting uh, in wat nieuws, hoesting uh, in wat engagement. Ik ben daar trouwens ook ingerold via het verenigingsleven, uh, wat een basis blijkt te zijn en eigenlijk ook wel een goede uh, omgeving om mensen te recruteren. Um, en dat is eigenlijk een succes gebleven. Ik werd verkozen en ik werd meteen OCME voorzitter. In die 25 jaar heb ik eigenlijk wel een heel scala van mandaten kunnen doorlopen. En dat heeft mij toch wel heel veel ervaring en uh, ja, heel veel uh, plezier ook uh, opgebracht eigenlijk. Uh, ik ben OCMW-voorzitter geweest en ik denk dat dit eigenlijk ook nog altijd het, een van de mooiste mandaten is. Nergens sta je eigenlijk zo dicht bij de mensen. Ben je zo betrokken bij wat uh, gebeurt in dat klein wereldje rondom u. Dingen waarvan je het eigenlijk nooit kunt vermoeden. Um, het is een confrontatie en het is ook soms een les in bescheidenheid. En ik denk eigenlijk dat iedere politicus, iedere politica. Eigenlijk eerst een keer een mandaat in het OCMW, een, een legislatuur in het OCMW zou moeten doorbrengen om eigenlijk te weten wat dat eigenlijk is. Daarnaast heb ik gezeteld in Intercommunales, in de Raad van Bestuur, in het directiecomité. Um, ik heb juist drie jaar, drie prachtige jaren als schepen van cultuur, erfgoed, um, internationale samenwerking, uh, geestelijke gezondheidszorg, archief, musea achter de rug. Uh, prachtige periode, ik ben heel blij dat ik dat heb mogen doen uh, en dan nu toch ook wel een hele legislatuur als federaal parlementslid. En ik heb eigenlijk geleerd dat je op ieder niveau wel iets kan betekenen. Als je de kans krijgt en je grijpt die kans uh, en je maakt er iets van, dan blijkt dat je eigenlijk overal wel um, iets kan doen, um, maar je moet natuurlijk wel je enorm inzetten en je moet er eigenlijk ook wel echt voor gaan. Welke quote heeft u gekozen? Uh, ik heb er eigenlijk niet zo lang moeten over moeten nadenken. Uh, ik heb heel vlug geleerd in de politiek dat je ja, je best wel kan doen, maar dat je onmogelijk voor iedereen goed kan doen. Uh, niet voor je buur, niet voor je straat, niet voor je wijk laat staan, voor je provincie, voor Vlaanderen. Uh, maar dat je gewoon je best moet doen. Dus uh, iedere morgen sta ik op en denk ik doe wel en zie niet om. Um, je moet zoeken wat haal, haalbaar is. Um, en soms moet je, denk ik, ook heel eerlijk zijn. Ik heb mij dat ook voorgenomen toen ik in de politiek stapte, om dus eigenlijk mensen niks voor te houden. Niks te beloven wat je niet waar kunt maken. Je kunt alleen maar uh, beloven aan de mensen dat je je best gaat doen. En soms ben je beter heel eerlijk en zeg je van sorry, maar dat lukt gewoon niet. Dus eigenlijk gewoon iedere dag opstaan, in de spiegel kijken. Weten dat je je best gedaan hebt en dan gewoon weer voortdoen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ja, politieke voorbeelden. Ik, ik heb het niet zo voor idolen eigenlijk. Ik, uh, er zijn veel mensen die ik wel bewonder. En dat zijn niet alleen politiekers. Ik heb veel bewondering voor mensen als Arnold Houben bijvoorbeeld. Die zijn televisieprogramma's zo mooi brengt op zo'n ontwapende manier, waardevol. Daar heb ik bewondering voor. Als ik dan in de politiek kijk, en dat zal misschien niemand verwonderen, dan heb ik eigenlijk wel bewondering voor de manier waarop Bart de Wever zijn standpunt, ons standpunt brengt. Altijd klaar en duidelijk, op een manier waardoor het eigenlijk, waarvoor het voor iedereen wel begrijpbaar is, soms, een beetje cynisme en met zijn heel apart gevoel voor humor. En ik kan dat wel appreciëren. Uh, dat is altijd kort, duidelijk en juist. En je kunt je daar vragen bij stellen, maar eigenlijk hoeft het niet. Het is duidelijk. En voor de rest goh, spiegel ik mij eigenlijk alleen aan mijn uh, ongelooflijke, sterke vader, uh, die, ja, die een heel groot gezin heeft. Als ik ook maar een beetje van zijn veerkracht geërfd heb, ja, dat weet ik, dan komt het wel goed. Wat zijn uw politieke interesses? Um, mijn man en ik, wij hebben een landbouwbedrijf. Um, er zitten heel weinig boerende boeren in de politiek en zeker niet in Brussel. Uh, ik sta dan eigenlijk ook wel met mijn voetjes in de praktijk. En ik heb op het federaal niveau eigenlijk wel een en ander kunnen verwezenlijken. Ik wil dat eigenlijk graag meenemen naar het Vlaamse niveau. Want het Vlaamse niveau is eigenlijk de plek waar het, het er echt toe doet voor landbouw, waar de belangrijke beslissingen genomen worden. Landbouw is een sector die mij eigenlijk heel hard aan het hart ligt, waar ik eigenlijk heel erg veel van hou, omdat ik weet wat voor een moeilijke sector dat eigenlijk is. Het is een heel mooie sector, maar het is een harde sector. Het is hard werken en het wordt niet altijd geapprecieerd. Uh, we zitten constant met de confrontatie van milieu en landbouw, uh, alsof ze mekaars vijanden zijn eigenlijk, maar eigenlijk moet dat mekaar versterken. We zitten met bij een bijkomende factor dierenwelzijn, uh, onze boeren voelen zich soms toch wel geviseerd en ik begrijp dat eigenlijk ook wel. Uh, ik denk dat we een, een kader moeten creëren, dat we moeten zorgen dat jonge boeren, dat die kunnen verder werken. Dat die, als ze goesting hebben, dat dat zinvol is wat dat ze doen. Ze kunnen hun eigen meerwaarde creëren, ze zijn daartoe echt wel in staat. Maar politiek moet een kader creëren en zorgen dat er een omgeving is waarin ondernemen kan. Innovatief, als wij jonge boeren hebben die willen innoveren, die vooruit willen, waarom zouden we die dan niet ondersteunen? En de huidige generatie landbouwers die moet nu zorgen dat er bedrijven zijn die financieel gezond zijn beredeneert en berekend poeren als een echte ondernemer, zodanig dat die volgende generatie graag en met volle hoesting verder kan en wil werken. En als overheid hebben wij daar een belangrijke taak. We moeten ze beschermen, we moeten ze ondersteunen en we moeten ze versterken. En we moeten zorgen dat we met die mensen de dialoog blijven aangaan, blijven verzorgen, zorgen dat we met die sector spreken. We hebben ze nodig. Niet alleen voor onze voedselvoorziening, maar ze zorgen toch ook wel voor dat groene landschap. Ze hebben een heel belangrijke taak in deze wereld. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ja, politiek dat is eigenlijk het uh, balanceren op de grens van wat, wat, je, wat wenselijk is en wat haalbaar is. En daarvoor moet je, denk ik, praten. Moet je met de mensen voor wie je wilt werken praten, moet je luisteren. Dan moet je gaan kijken met wie dat je kunt samenwerken, waar je kunt de meerderheid vinden voor een bepaald idee. Moet je dat ook aftoetsen aan je partijstandpunt. Eh, dat is ook niet altijd zo simpel. Dan moet je gaan onderhandelen en dan moet je handelen. Wat mij toch wel stoort, en allee, als je uit een zelfstandig milieu komt, uh, dan is handelen eigenlijk altijd de boodschap. Dat is dat alles zo lang duurt. Uh, dit kan echt wel efficiënter. Uh, wanneer er meer overleg zou zijn tussen alle niveaus en dat mankeert nu echt, uh, dan zouden we ook veel beter kunnen samenwerken. Dat zouden we eigenlijk ook veel verder brengen, denk ik. En daarnaast. Uh, Oh, begrijp ik eigenlijk nog altijd niet waarom zoveel politici zichzelf zo graag horen praten. Uh, ik begrijp eigenlijk ook nog altijd niet waarom je honderden keren in herhaling moet vallen. Als het gezegd is, is het gezegd. Ook dat zou veel efficiënter kunnen. Uh, dus luisteren naar de basis met je voetjes op de grond en doorwerken. En uh, al dat tijdverlies, dat is er echt te veel aan welk voorwerp heeft u meegebracht ja dit is mijn voorwerp uh, ik heb je lang getwijfeld uh, maar ik zag het uh, eergisterenavond staan en ik dacht ja ik ben de schepen van cultuur geweest in kookzijde en uh, ik heb daar het voorrecht gehad om heel veel tentoonstellingen mee te mogen organiseren, samen met de fantastische dienstcultuur. Um, en dit is eigenlijk iets wat ik gekocht heb op een heel bijzondere tentoonstelling. Het is een tentoonstelling die had de naam anders bekeken. En die is eigenlijk georganiseerd in samenwerking met ons. Um, met ons WAK, onze Westhoek Academie. Een zeer mooi, uh, mooie school eigenlijk, uh, voor hobbyisten in onze gemeente, waar je allerlei uh, richtingen uit kunt qua uh, kunstontwikkeling. In samenwerking met WAK, maar ook met Huize Rozenwingert. En Huize Rozenwingert is eigenlijk een tehuis of een instelling waar men uh, volwassen mensen met een... Mentale beperking met een verstandelijke beperking begeleid naar wonen, naar werk en naar vrije tijd. Dit is gemaakt door Roger. Roger is uh, iemand die daar inderdaad begeleid wordt. als een man van middelbare leeftijd ongeveer. Met een prachtige karakterkop, een kunstenaarskop, met prachtige handen. Uh, Roger volgt al jaren samen met een aantal van zijn vrienden les in de wak. En met die mensen hebben wij die tentoonstelling uh, georganiseerd. En dit symboliseert eigenlijk de liefde, uiteraard. Uh, Roger die is zot van de liefde. Um, het is zo fragiel ook, zo mooi in zijn eenvoud. Uh, het is ook hetgeen waarvoor dat je moet zorgen als de politiek voorbij is, dat je nog wat over hebt en dan is dat dan de liefde. Het klinkt een beetje bijbels, maar het is ook wel zo. Um, en het symboliseert voor mij toch ook wel een stuk die warme. Uh, inclusieve samenleving waarvoor wij het eigenlijk toch allemaal doen. Uh, ik heb het ook meegebracht uit respect uh, voor die mensen, maar ook voor hun begeleiders. En het symboliseert cultuur in zijn grootheid. Uh, en het symboliseert de liefde, het symboliseert die mensen. En het moet eigenlijk ook het symbool zijn van wat wij met onze politiek willen bereiken. Een warm, leefbaar Vlaanderen voor iedereen.